Het aquarium! Eindelijk! Dit is de dag waar ik mijn hele leven op gewacht heb. Want vandaag ga ik eindelijk een echte narwal ontmoeten. Dat is een beest dat een soort van kruising is tussen een eenhoorn en een dolfijn, toch? Precies, Laila. Alleen zijn narwals geen dolfijnen, maar walvissen. En die eenhoorn is een slagtand zoals van een olifant. Eigenlijk is het een supergrote tand, alleen is hij niet om mee te eten, maar voor iets anders, zoals het paringsritueel. Maar dat weten we ook niet zeker. Wow. Even ademhalen, Shawnipedia. Bewaar je praatjes maar voor het aquarium. Want jij gaat ons vandaag alles vertellen over de wonderlijke onderzeewereld. En dan vooral over narwals. Narwalfans, volg mij! Hey, Shani, wacht op mij! Hi, Nicholas. Ben je klaar voor een onvoorstelbare middag vol narwalfeitjes? Ik weet niet helemaal zeker wat dat is, maar ik wil er dolgraag over horen, Shani. Oh, en deze heb je in de bus laten liggen. Die heb ik nog nooit gezien. Wat vreemd. Hij lag op jouw stoel. Ik dacht dat je hem vergeten was. Doet deze superschattige otter je niet ergens aan denken? Pocket Wereldhelden! Wow. Is dit een of ander zeldzaam Pocket Wereld kunstobject? Dat zie je goed, Nicholas. Deze duiken de laatste tijd steeds op als iemand onze hulp nodig heeft in de Pocket Wereld. Dus als we hem open doen... Oh, moet je dat zachte buikje eens zien? Wow! Een pocketportaal? Maar waar leidt het naartoe? Er zit verder geen briefje bij. Nou, waar dat portaal ook heen leidt, dit wordt mijn grote primeur. Wie zegt dat jij met ons mee mag? Ah, maar jullie laten me hier toch niet achter? Nee, toch? Natuurlijk niet. Wie maakt er anders foto's van onze daverende avonturen? Nou, als een pocketwereld hulp nodig heeft, dan moeten we de sprong maar wagen. Zouden we wel op tijd terug zijn om de narwal te zien? Natuurlijk. Weet je nog dat jij ontdekte dat de tijd heel anders werkt in de pocketwereld? Een hele dag daar is maar een minuutje hier. Oh ja! Dankzij de algemene relativiteit. Kom op! Tiny Power! Rustig maar, Nicholas. In deze pocketwereld kunnen we onder water ademen. Wat in he... Maar hoe is dit mogelijk? Het water hier is geen water. Het is een zuurstofrijke PFC-vloeistof die erg geschikt is voor zowel land als zeewezens. Kort samengevat, wetenschap is de bom. Goed, ik wil wel eens zien wat er met deze zee aan de hand is. Sorry dat ik het zeg, maar ze hebben er in deze pocketwereld wel een bende van gemaakt. Een hele grote bende. Volgens mij is dit de reden dat we hier zijn. Wat verdrietig zeg. Iemand heeft deze plek als zijn of haar persoonlijke vuilnisbelt gebruikt en is er vandoor gegaan. Wat onbeschoft. Hoe kunnen mensen nou zo achterloos zijn? Helaas is het waar. In onze wereld vervuilen mensen onze oceanen ook. Het is echt een groot probleem. Vervuilen is zo niet cool. maar wat kunnen we eraan doen? We beginnen met opruimen. Arm krabbetje. Geen paniek, wij komen je helpen. Graag gedaan, hoor. Er drijft zoveel rotzooi dat het de dieren die hier wonen in gevaar brengt. We moeten ze bevrijden. Maar het is hier zo'n bende dat het overweldigend is. Het lukt ons vast als we samenwerken. Jij bent de grote oceaanexpert, Shani. Wil jij misschien onze schoonmaakkapitein zijn? Kapitein? Dat bevalt me wel. Begin maar met alle niet-biologisch afbreekbare flessen. Pak allemaal een tasje. Hé, kleine pinguïn. Weet jij waar we dit kunnen recyclen? Oh, bedankt. Kom op, crew. Kapitein Shani,
Ongelooflijk hoe schoon het nu is. Wat een verbetering. Shani, snel. We hebben een probleem. Narwhal. Rustig, vriendje. Rustig. Polly, krab me. Goed gedaan, Krabby. Oh, nou heel graag gedaan, hoor. Of ik met je wil zwemmen? Meen je dat? Vinden jullie het erg als ik... Shani, je hebt je hele leven al een narwhal willen ontmoeten. Neem alle tijd van de wereld. Beste dag ooit! Laten we dit moment vastleggen. Oké, cheers! Wow, hey. De laatste keer dat ik Shani zo blij zag... was denk ik toen ze die ene keer kapitein Rocco wist te redden. Dit is nog veel beter. Kapitein Rocco was een fictief karakter. Maar deze narwhal is echt hartstikke super echt. Oh, wat lief dat je me wil rondleiden. Doe maar. Go big! De locatie is opgeslagen. Nu hebben we nog een pocketwereld die we in de toekomst kunnen bezoeken. En dat gaan we ook zeker. Dit was het beste avontuur tot nu toe. Ik ben gewoon besties geworden met een narwhal. Heb ik echt niet gedroomd? Hier is het bewijs. Wat een te gekke foto's. Na al die spanning vind je het aquarium zeker maar saai, hè? Helemaal niet. We hebben dan wel de oceaan in die pocketwereld opgeruimd. Maar hier op aarde zijn nog een hoop oceanen die er slecht aan toe zijn. Ik wil leren wat we daaraan kunnen doen. Narwhal fans, volg mij! Ai, ai, kapitein! En dan zo, woe! Ik ben het levende bewijs. Karate en voetbal passen bij elkaar zoals pindakaas en chocola. Ja, het zit hem allemaal in de benen. Weet je, ik was altijd al sterk, maar sinds ik karate doe... Hoe, nu raak ik die bal pas echt goed. Ik hoorde dat je een gat in het net schoot tijdens een penalty. 2 keer zelfs. Ja, dat klopt. Mijn trap richt heel wat schade aan. Maar ik gebruik hem alleen voor een heel goed doel. Zorgen dat het Littleton voetbalteam die finale haalt. Wij zullen je voluit aanmoedigen. Wat is dit? Cheerleader-audities? Wil jij niet eens meedoen, Layla? Je zou echt een te gekke cheerleader zijn. Ik dacht het niet. Ik ben Layla, de goalverwoester. Waarom zou ik het winnen van een wedstrijd opgeven... om aan de zijlijn te gaan staan juichen voor andere mensen? Je bedoelt zoals Shani en ik aan de zijlijn staan om jou aan te moedigen? Nee. Vrienden maken een wedstrijd juist beter. Cheerleaders halen de aandacht weg bij de echte sporters. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? Oeh, geef me een B, geef me een L, geef me een E, G, H. En wat spel je dan? Bleh! Hey, Layla, dat is niet eerlijk en veroordelend. Cheerleaders hebben een hele belangrijke taak, hoor. Ja, en ze werken bovendien keihard. Er is talent, toewijding en teamwork nodig om die pasjes te perfectioneren. Maar cheerleaders nemen zichzelf altijd zo serieus. En het is niet alsof de uitkomst van de wedstrijd van hen afhangt. Volgens mij stuurt het universum je een teken. Of er is een cheerleading pocketwereld die een stel helden nodig heeft. Er bestaat toch geen pocketwereld die helemaal om cheerleading draait? Tiny Power! Cheerleader. Ah, niet slecht. Deze outfit kan ik aan als ik je aanmoedig met voetbal. Oh, mijn bom. Jullie zijn er. Wat superfijn. Ik ben Carissa. Zijn jullie klaar voor een C-H-E-E-R? Ik ben Polly en dit zijn Shani en Layla. Welkom op Cheer Island. Een exclusieve Cheer Elfentrainingsfaciliteit. Zijn je nou Cheer Elf? Inderdaad.
Wij inspireren cheerleaders om hun meest krachtige zelf te zijn. De Cheer 11 training begint volgende week. Maar ik kom alvast oefenen. Ik maak namelijk kans om de volgende teamcaptain te worden. Maar dan moet ik wel bewijzen dat ik kan leiden met passie en met lit. Ha, hebben cheerteams ook captains? Natuurlijk. Wie heeft er anders de leiding? Het is heel hard werk om een captain te worden. Een trainee moet goed zijn in alle vier de elementen. In mijn eerste jaar stond ik onderaan de lijst van alle 200 trainees. Ik had compleet onderschat hoe zwaar Cheer Island zou zijn. Maar sinds dat moment heb ik elke dag geoefend. Ik doe al karate. Het zit hem allemaal in de benen. Oeh, Laila doet ook karate. En allerlei andere sporten. Ik ook. Zo ben ik ooit aan cheerleaden begonnen. Ik ben zo dol op sport. En nu mag ik anderen helpen bij het spelen van hun beste wedstrijd. Wauw, jij houdt wel echt van cheerleading voor de goede redenen. Je bedoelt toch niet dat jij niet van cheerleaden houdt? Laten we het erop houden dat ze het langzaam begint te waarderen. Oh, mooi. Want ik dacht even dat jij zo iemand was die zegt dat cheerleaden geen echte sport is. Als ik jullie drie van een stel helden in een heus cheerleading team kan veranderen, dan verdien ik misschien wel een strik. Ik doe mee. Ik wil best iets nieuws leren. Ik ben al zo vaak naar een bootcamp geweest. Dan kan ik zo'n cheercamp makkelijk aan. Ja, op Cheer Island ligt de lat wel echt veel hoger. Oké, team, jullie training begint. Met 25 warming-up rondjes in de zaal. Kom op, team, rennen! Nu gaan we even lekker stretchen. Dit is echt een makkie. Nu is het tijd om een gymnastische basistechniek te oefenen. Mooie flip, Shawnee. Doe er nog 50 extra. Oké. Gaat het, Polly? Ja. Mooi. Ga door met oefenen tot je er minstens 10 achter elkaar kan doen. Hoe gaat het hier, Laila? Ik vind dit echt een makkie. Team, de training van vandaag was nog maar een warming-up vergeleken met wat er nu komt. We gaan pas net beginnen. We gaan door totdat we winnen. Klaar? Wij gaan winnen. Wij, ei, gaan winnen. Wij gaan winnen. Wij, ei, gaan winnen. Wij gaan winnen. Hoe laat is het, team? Hey ho, wacht eens even, want we gaan een cheer beleven. Tik, tik, boom! In de formatie! Cheer power! Yeah! Heb ik... Oh, ik heb een strik. Een echte strik! De cheer elfen hebben ons gezien en het is me gelukt! Het is ons gelukt! Hoe kan ik jullie ooit bedanken? Mijn complimenten, Carissa. Ik wist niet dat cheerleading zo'n zware topsport was. Jij weet echt wat hard werken is. Respect. Bedankt, Laila. Go big! Nou, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik zat helemaal fout over cheerleading. Dat zeiden we toch. Maar ik moet wel zeggen dat wij ook niet gedacht hadden dat Cheer Island zo zwaar zou zijn. Nou, inderdaad. Laten we naar mijn huis gaan voor een lekkere proteïne-smoothie. Voor cheerleading heb je discipline nodig, brute kracht en teamwork. Maar ik was zo kortzichtig bezig dat ik dat niet zag. Nu snap ik waarom mijn coach altijd zegt: wees nieuwsgierig, niet veroordelend. Oké, Shawnee, concentreer je. Als ik dat sushi-rollen onder de knie krijg, gaat dat schoolproject morgen perfect. Begin met het zeewier, kat in het bakkie. Handje rijst, de beste tonijn die ik kon vinden. Rol het op met een bamboematje erin en... Oh, het is weer mislukt. Oh nee, daar zijn ze. Hoi, Shawnee. Je moeder deed open. Hoe gaat het met je Japanse cultuur schoolproject? En kunnen we je zelfgemaakte sushi afproeven? Oh, ik heb net een killer karate workout gedaan, dus ik kan wel wat proteïne gebruiken. Het gaat voor geen meter. Mijn sushi is zo slecht dat ik de tonijn mijn excuses moet aanbieden. Het ziet er wel apart uit, ja. Ach, dit was pas je eerste poging. Vierde poging.
vierde of de eerste poging, wat maakt het uit? Ik heb recepten bestudeerd, tutorials bekeken. Ik droomde vannacht zelfs over sushi. Maar elke keer als ik het probeer, dan gaat het mis. Dit project gaat over Japanse cultuur. Maar als ik deze wanstaltige sushi serveer, beledig ik alles waar de sushi-cultuur voor staat. Bij sushi draait het om precisie, oog voor detail, kwaliteit. Het moet me lukken. Misschien heeft die kat wat tips voor je. Misschien helpt het om de keuken even te laten voor wat het is. En kijk, die kat zit sushi te eten. Dus misschien krijgen wij vandaag ook nog wel een portie. Dat moet een goed teken zijn. Oké, dan worden we Pocket Wereldhelden. Yeah! Tiny Power! Kersenbloesembomen, ramen, sushi. Deze pocketwereld moet wel uit Japan komen. Dit figuur is Maneki Neko, de wenkende kat. Die schijnt geluk te brengen. En dat doet hij. Oh, er zijn hier zoveel leuke eetentjes. Alleen is alles gesloten zo te zien. Oeh, daar staat een snoepautomaat. Wacht, ik heb alleen geen geld bij me. Dat heb je ook niet nodig. Oh, dank je. Graag gedaan. Ik heet Sakura. Naar de kersenbloesem. Ik ben Laila. Polly. Shani. Wat is dit een prachtige plek. Ah, arigato. De kersenbloesem is net gaan bloeien. En vanaf morgen komen er bezoekers uit allerlei pocketwerelden om Hanami te vieren. Hanami betekent de bloesem bekijken. Zie het maar als een kersenbloesemfestival. Het is een viering waar mensen samenkomen onder de bloesembomen om te picknicken, spelletjes te doen en de lente welkom te heten. Dat klopt. Dat klinkt als een goed feestje. Yay. Het is echt geweldig. Of, nou ja, dat wordt het als ik alles op tijd afkrijg. Huh? We hebben eten nodig voor alle gasten. Vorige jaren maakten mijn ouders de sushi, ik de ramen en deden mijn zusjes de drankjes en het snoep. Dit jaar dacht ik dat ik het wel alleen zou redden, zodat mijn familie vrij kon nemen. Maar inmiddels ben ik er wel achter dat ik niet drie dingen tegelijk kan doen. Nou, dan helpen wij je toch? Echt waar? Dan zijn jullie mijn helden. Eén van jullie kan de ramen maken, eentje de dango, de laatste de sushi en ik heb haar nodig. Hé! Dit is je grote kans om je sushi-skills te perfectioneren. Heb jij al eerder sushi gemaakt? Nou, ik heb al eens sushi verpest. Mijn rijst plakt niet en mijn rollen rollen niet. Mijn sushi is vervloekt. Laten we een deal maken. Als je me helpt, dan leer ik jou sushi maken die hemels is in plaats van vervloekt. Als het me tegen alle verwachtingen inlukt, mag ik dan sushi mee naar huis nemen? Oké, we hebben een deal. Goed. Ik laat Polly en Laila de keuken zien. Shani, ga jij maar onder de bloesembomen zitten. Doe je ogen dicht, haal diep adem en maak je hoofd leeg. Een kalme geest maakt betere sushi. Hoe weet ik of de ramen klaar is? Als de noedels elastisch, maar niet papperig zijn. Proef regelmatig om dat te checken. Mag ik eten terwijl ik kook? Yes! Ik heb matcha-poeder voor het groene deeg gebruikt en ingemaakte kersenbloesem voor de roze kleur. Dat ziet er super uit, Polly. Goed, nu maak je van het deeg kleine balletjes voor je ze gaat koken. Oké. Shani, ben je klaar om je vloek te verbreken? Hey! Wauw, deze rijst is zo stevig en plakkerig. Maar ik heb thuis hetzelfde recept gebruikt als jij. Dus waarom is het mij dan niet eerder gelukt? Maar wat voor soort rijst heb je gebruikt? De rijst die in de kast stond. Hoezo? Dat was vast langkorrelige rijst. En voor sushi gebruik je Japanse kortkorrelige rijst. Want de laatste soort bevat meer zetmeel. En zetmeel is plakkerig, natuurlijk! En mijn tonijn zag er ook niet zo uit toen het uit het blikje kwam. Je mag nooit tonijn uit blik gebruiken. Dat is geconserveerde tonijn, geen verse. Je moet echt vis van sushi-kwaliteit gebruiken. Hoe verser, hoe beter. Nu onze ingrediënten klaar liggen, is het tijd om ze op te rollen. Ik? Oh, nee. Rol jij de eerste maar. Want ik kan dat echt nog niet. Shani, je had het juiste recept, maar de verkeerde ingrediënten. Alles klopt nu, dus rollen maar. Je had gelijk! Ik ben toch niet vervloekt. Dank je wel, Sakura. We hebben nog een hoop te doen. Dat ruikt precies als de keuken van mijn moeder, Laila.
Deze Hanamidango hebben de perfecte kleuren, volgorde, grootte en vorm, Polly. Dat meen je niet. Shani, heb jij dit gemaakt? Met heel veel hulp van Sakura. Ik ben verbluft. Mm-hmm. En alweer hongerig, ondanks dat ik al de hele dag ramen heb zitten eten. Voor de gasten uit alle pocketwerelden arriveren, wil ik zeggen dat mijn familie zo trots zal zijn dat we hun tradities in stand houden. Hontoni arigato. En nu kan het grote feest beginnen. Go Big! Moet je al die lekkere restjes zien? Voel je je nog een beetje een pechvogel? Niet meer, nee. Het was niet makkelijk om te leren hoe je sushi maakt en het ging heel vaak mis. Maar nu besef ik dat elke fout een kans is om te leren. De enige manier om jezelf te verbeteren is door te blijven proberen en te leren. Bedankt voor vandaag, meiden. Goed, wie wil me helpen om dit naar school te brengen?